Nijmeegse Pearsonrellen nog steeds actueel. Fietser zwaargewond na aanrijding in Zetten. En Wiegenaar rijdt met bizarre snelheid over de Graafse weg. Het is vandaag alweer 42 jaar geleden dat in Nijmegen de Pearsonrellen plaatsvonden. Krakers bezetten wekenlang de woningen van de Pearsonstraat om te voorkomen dat deze plaats moesten maken voor een parkeergarage. De ontruiming van de straat in de vroege ochtend van 23 februari 1981 mondde uit in de grootste krakersrellen van die tijd. Angelique Hummel was erbij en kan zich één ding nog als de dag van vandaag herinneren. Dat was het wegrennen voor de soldaten, de marechaussee, de ME met die tank. Dat was gruwelijk. En ook wat me vooral is bijgebleven was de kou. We hadden de straten ondergespoten. Het vroren dat het kraakte en wij gingen daarop zitten. Zover we dachten, als wij zitten, dan gaan ze niet slaan. We dachten, wij doen niks, we zitten, we zijn vreedzaam, we zingen. Die gaan ons niet slaan. Nou, dat hadden we gedacht, want die hadden dus gewoon order gekregen om hoe dan ook, goedschiks of kwaadschiks, ons weg te krijgen. Ook Ton Teunissen was bij de Pearsonrellen aanwezig, maar dan als politieagent. Volgens hem waren er ook veel collega's die het niet eens waren met de orders die zij kregen. Voor zichzelf had Ton dan ook een duidelijke grens gesteld. Wordt er maar molotov gegooid, dan gaan we scherp schieten. Ja, dat doe ik nooit nog mee. Je gaat niet op je eigen volk schieten. Dat is dus de grens waar je over sprak van zo ver ga ik niet. Oh ja, zeker. Nee, zo ver ga ik zeker niet. En ik geloof, als ik me goed herinner, dat er ook best wel veel, veel is misschien een groot woord, maar dat er mensen zijn die ontslag genomen hebben daarna. Dat ze zagen van ik heb het wel gehad, ik heb het gezien. En dat alles voor de komst van een parkeergarage. Een peperduur project, waarvan velen de noodzaak niet inzagen. Voor wat? Mensen moesten wonen, er was een grote woningnood. Wie haalde dan zoveel woningen? En dat bedrag wat ermee gemoeid was, ik bedoel, 60.000 gulden, dat was een bedrag hoor. Dat is echt ontzettend veel geld en die woningen waren goed opgeknapt. De hele top, elite, en politie, burgemeester, aardige mensen, maar ze stonden gewoon veel te ver van de bevolking af. En wat ze in de kop hadden, dat wilden ze gewoon doorzetten. Hè? Ja, ze drukten het gewoon erdoor. Ja, mijn inzien zou, ja, het ging gewoon om een. Ik zag wel eens, je wilt zeker weer een schouderklopje van de koning hebben of van de koningin dan. Op de hoek van Zijgelhof en de Karregas staat nog een monument ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis. Ondanks dat de Pearsonrellen alweer 42 jaar geleden zijn, is het onderwerp ook vandaag nog erg actueel. Zo staat Nijmegen op de derde plaats van steden met de hoogste woningnood en is er sinds een paar maanden weer een krakersgroep in de stad gevestigd om leegstand tegen te gaan en aandacht te vragen voor dit gebrek aan woningen. Toch is kraken volgens de lokale politiek niet bepaald de juiste manier om dit probleem op te lossen. Ik denk dat je vooral met elkaar het gesprek aan moet gaan. En dat geldt zowel voor de krakers als voor de eigenaren. En dat het doel zou moeten zijn dat het pand niet onnodig gekraakt is. Als daar echt activiteit is, als daar aantoonbaar is. Hè, dan een eigenaar wat degelijk bezig is met het verwerken van het pand en het opknappen van het pand. Dan zouden de krakers moeten vertrekken. En dan hebben ze ook hun doel bereikt. We willen gewoon een goed gesprek. En wij zien de ergens van de situatie, hopelijk zien jullie die ook. En hopelijk kunnen we samen tot een oplossing komen. En dat is eigenlijk de oproep die Jantien ook heeft. En ik vind dat wij ook als politiek daarin de voortouw moeten in kunnen nemen. Van ja, en ga ook inderdaad het gesprek aan. Kraken is sinds enkele jaren bij wet verboden in Nederland. Zowel de SP als de Stadspartij zijn het er dan ook in zekere mate over eens dat dit niet getolereerd zou moeten worden. Ja, het is, je kan hem voor worden vervolgd. Dus het is inderdaad misdraad. Tegelijkertijd kan je het ook zien als iets wat bijna noodgedwongen is, helaas tegenwoordig. Ja, in principe blijf je wel van andermans eigendommen af. Hoewel het natuurlijk wel van belang is hè, dat er niet te veel leegstand is. En ik denk ook dat dat in de eerste instantie de taak van de gemeente is om te zorgen dat er goed gehandhaafd wordt op die leegstand. Alleen in Nijmegen al staan gewoon meer dan 1000 woningen staan leeg. Dan hebben we het puur over woningen. En nou ja, dat is een
een fenomeen wat de laatste jaren alleen maar is verder ontwikkeld. En dat is zorgelijk, want er is nou eenmaal een wooncrisis. En als leegstand niet wordt aangepakt, komen meer mensen in de nauw te zitten. Dat krakersgroep Jantien momenteel aandacht vraagt voor de leegstand, is volgens de partijen een goede zaak. Tegelijkertijd wordt het kraken zelf ook gezien als een middel dat juist averechts werkt. Soms moet een pand eerst worden aangepast en moeten er de dingen gebeuren alvorens men verder kan met zo'n pand. En op het moment dat die gekraakt wordt, en dan kan dat hele traject gaan stagneren als er bijvoorbeeld ook andere panden bij betrokken zijn. En dat is niet de bedoeling. We willen uiteindelijk zorgen dat Nijmegen voldoende woningen heeft voor iedereen. En als door een kraakactie uiteindelijk de ontwikkeling stagneert, dan hebben wij daar wel problemen mee. En ik denk ook niet dat de krakers dat willen. Ik denk dat die krakers ook graag zoveel mogelijk woningen voor iedereen wensen. Een fietser in Zetten is woensdagavond zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd geschept door het voertuig, waarna zij met een harde klap op het wegdek belandde. Het ongeluk gebeurde rond 5 uur op de Weteringse Wal. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is nog niet bekend. Het zou gaan om een minderjarig meisje, maar dit is nog niet bevestigd. Het slachtoffer zou zijn gereanimeerd. Na het ongeluk kwamen de hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De weg was tijdelijk afgezet. Een 23-jarige Wiegenaar heeft woensdag zijn rijbewijs moeten inleveren, omdat hij met 192 km per uur over de Graafseweg bij Wiegen reed. Dat meldt de politie op Instagram. Op deze locatie is een maximumsnelheid van 80 km per uur toegestaan. Agenten hielden daar een snelheidscontrole met een lasergun. De automobilist zal zich later moeten verantwoorden bij de verkeersofficier. De line-up voor zowel Oranjepop als het Bevrijdingsfestival, die beide jaarlijks in het Nijmeegse Hunnenpark plaatsvinden, zijn bekend. Op 27 april zullen in een Oranje Stadspark onder meer optredens zijn van Bumblebee, Boy, Bente, Naas en de band Wies. Oh meisje, meisje, pas nou maar op, zo maak je toch meer dan je lief is kapot. Een weekje later op het Bevrijdingsfestival staan er namen op de planning als Hef, Ogus en Compact Disc Dummies. Tickets voor Oranjepop kosten 10 euro. Voor het Bevrijdingsfestival zijn deze 1 euro goedkoper. En deze vrijdag wordt er opnieuw gestaakt in het streekvervoer. Het is deel 2 van een tweedaagse staking, waarvan de eerste dag afgelopen woensdag was. Mensen die toch met de bus of een regionale trein moeten reizen, wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden en rekening te houden met een langere reistijd. De dag startte vandaag in een kleine wereld met op veel plaatsen de nodige mist. Deze trok vervolgens al snel weer op, waarna het grotendeels een grijze dag bleef. Het was wel droog en vanavond is er meer kans op opklaringen. Het koelt daardoor wel af tot richting het vriespunt. Morgen start de dag regenachtig. Er trekt een regengebied van noord naar zuid over het land, waar wij midden op de dag mee te maken krijgen. Achter dat gebied komen nog de nodige buien aan, dus echt droog zal de vrijdag niet verlopen. De temperatuur komt uit op een graad of 7. De dagen erna wordt het weerbeeld wat beter. Het is veelal droog en ook is er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt wel wat kouder en in de nachten krijgen we weer met wat vorst te maken. Met min 4 in het weekend. Tot zover het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op onze YouTube-kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar een speciale reportage waarin we nog eens uitleggen wat de Pearson-rellen uit 1981 precies inhielden. Hoe zijn de rellen ontstaan en waarom is dit thema nog steeds actueel? Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.